Hard op Casper Eijmen. Die heeft de bal goed onder controle. Kan dan deze voorzet geven. Naar het hoofd van Berestijn. Kaptein komt daar aansluiten. Vroom ziet er niet heel lekker uit. Bruts. Martens. Nederland kan door. Kaptein wegdraaien. Ruimte om te schieten. Proberen. Dit is een prima aanval. Vooral die aanname van Casper Eijmen. Uitstekend. Hier Berestijn die alles probeert om die bal richting doel te krijgen. Vrooms half mis. En dat houdt de aanval van Nederland levend. En Wieke Kaptein, dat is een coole kikker. Die denkt gewoon, oké, we gaan voetballen. Het is 11 tegen 11. Ik weet hoe dat werkt. Maar hij probeert dan naar voren toe te komen. Dat lukt. Lohman hier kan doorlopen. Groene. Die kennen elkaar nog van de Champions League. Dit seizoen de een van Bayern en de ander van Paris Saint-Germain. Hier de bal diep en dan moet Dijkstra verdedigen bij de tweede paal. Eerst even die laatste lijn neer. Iedereen wil netjes van elkaar afblijven, wat natuurlijk niet zo werkt. En Dijkstra, het wordt een hoekschop. Nu gaat hij recht, nou ja, goed genoeg voor Nederland, want Duitsland had op voorsprong kunnen komen met die bal op de paal. Dat is niet gebeurd, dus staat het nog 0-0 in Heerenveen. Tussen Nederland en Duitsland halverwege. Maar blijkbaar toch meer een diepe spits nodig naast Alexandra Pop. Dus toch meer met twee spitsen. Pop zal er dan wat omheen gaan voetbroenen. Kasperij, duurde te lang. Oberdorf. Bal goed voorgeslingerd. Jansen, een beetje half. Nuske en Van Domselaar. Maar dat was Duitsland razendsnel. Eén moment van twijfel bij Nederland, bij Kasperij. Even dat het niet goed gaat en Duitsland staat meteen voor de goal. Goeie redding van Van Domselaar. Linde, niet lekker, maar ze is op tijd voor Van de Doel. Pop. En hier is Schüller, die mag door uit de rug van spitsen en dan is het 1-0 voor Duitsland. Vlag in de lucht, buitenspel. Schüller ligt daar nog, Van Domselaar ook en dan moet het spel worden onderbroken. Het instappen van spitsen, die zit mis. En dan levert dat hier een kans op voor Buhl en Schüller. Matige bal op Oberdorf, maar die is fysiek sterker dan Van de Donk. Dus kan hier door. Oberdorf, tackle van Van de Donk is ook niet goed. Daar is Brand. Voorzet. Jansen half. Oberdorf, daar is de 1-0. Ja, nou telt hij wel. En het is Buhl die hem maakt. 1-0 voor Duitsland. En eerlijk is eerlijk, het is dik verdiend. Met een man minder. Want Schüller moet nog binnen de lijnen komen. Goed werk van Oberdorf. Julebrand. Bal niet voldoende weggewerkt. Weer goed werk van Oberdorf. Die krijgt de bal bij Clara Buhl. Aanvallen van Bayern. Zo gevaarlijk vanaf die linkerkant. Iedereen weet het. Van Domselaar kan er niets aan doen. En zij scoort haar 5e doelpunt in de Nations League. Dat is de topscorer van Duitsland op dat vlak. Snelheid. Op zoek naar Hegering. Bal klaarleggen. Weer Vrooms. Ja, Duitsland heeft niet de beste verdediging van de wereld. Maar moet hij nu vallen? Vrije trap van Brugs. Bal richting Damar is voorgebracht en Wilms, Hens. Ook op de doellijn moet Oranje hem er nog in vechten. En als dat dan eindelijk lijkt te lukken, dan wordt er daar afgefloten voor Hens. Die bal gaat ook niet over de doel. Voor voetballende vrouwen. Dan zijn het dikke maatjes. En Duitsland gaat erheen. Samen met Spanje. Samen met Frankrijk.
En Nederland vist van die vier als enige naast het net. Niet goed genoeg tegen Spanje. In de verste verte niet goed genoeg tegen Spanje. En tegen Duitsland eigenlijk ook gewoon niet goed genoeg. Veel te weinig gecreëerd. Weinig tot niks. Everybody, thanks for watching.